Wat gebeurt er als ik ijs in water gooi? Die drijft. Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar dat ijs drijft is onvoorstelbaar bijzonder. Waarom moeten we heel veel bewondering hebben voor het molecuul water? De Universiteit van Nederland presenteert chemicus Dr. Jan van Maarseveen. Gassen gaan we vergelijken met vloeistoffen en met vaste stoffen. Wat gebeurt er als we van een gas naar een vloeistof gaan? Wordt de dichtheid kleiner of wordt die groter? Wat gebeurt er met de moleculen als we van de gasfase naar een vloeistof gaan? Daar komen de moleculen dichter op elkaar. Met andere woorden, de dichtheid wordt groter. De dichtheid wordt groter. Dan gaan we van een vloeistof, die gaan we afkoelen, gaan we naar de vaste stof. Wat gebeurt er dan met de moleculen? Komen ze dichter op elkaar of gaan ze verder van elkaar af? Moleculen komen dichter op elkaar, dus de dichtheid wordt groter. Dus gaan we van een gas naar een vloeistof, naar een vaste stof, dan wordt de dichtheid groter. Links heb ik een vloeistof waar een vaste stof bij hoort, en dat is kaarsvet. Ik heb hier een vaccinelichtje en links het gesmolten vaccinelichtjes. Wat gebeurt er als ik het vaste vaccinelichtje in gesmolten vaccine gooi? Die zinkt als een baksteen. Precies zoals we verwachten. Want de vaste stof, in de vaste stof zitten de moleculen dichter op elkaar. Hoe zit het met water? Het is al wonderlijk dat water eigenlijk in alle drie vormen voorkomt op aarde. In de dampfase, in de vloeistoffase en in de vaste fase. Hier heb ik water in de vaste fase. Wat gebeurt er als ik ijs in water gooi, de vaste stof? Die drijft. Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar dat ijs drijft is onvoorstelbaar bijzonder. We schaatsen en we vinden het allemaal maar heel normaal dat die vaste stof, dat ijs, dat op water drijft. Nou, dat is helemaal niet normaal. En van water zijn er een heleboel eigenschappen, daar begrijpen we niets van. Vele groepen in de wereld, onderzoeksgroepen op universiteiten, tophoogleraren, ontzettend slimme mensen, bestuderen water. Die groepen zijn alleen maar met water bezig. Een simpel molecuul als water, is ook zo klein, ik ben het zo kwijt, hè? Zo'n simpel molecuul als water, dat begrijpen we nog niet. Hoe komt het dat water zulke wonderlijke eigenschappen heeft? Daarvoor moet ik het watermolecuul op het bord tekenen. En dat heb ik al gedaan. Want als we kijken naar dat watermolecuul, ik teken nu alleen de elektronen in de buitenste schil. 6 waren het er. Plek nummer 8. 2 in de binnenste schil. Ach, en als chemicus, ik ben alleen in die buitenste schil geïnteresseerd. Daar zitten de elektronen die bindingen aangaan met andere atomen. Dus ik kan rustig lui zijn nu. Ik teken alleen die 6 elektronen in de buitenste schil. Zuurstof in het midden. En aan beide kanten zit een waterstofatoom. Die het elektron deelt. H2O. In die buitenste schil zitten 4 elektronen. 8 elektronen. En die zitten bij elkaar, zeg maar deze 2, die 2, die 2 en die 2, die zitten elk in 1 ruimte. Dus om het zuurstofatoom zitten 4 ruimtes, 4 ruimtes waar elk 2 elektronen in zitten. Elektronen zijn negatief geladen, dus wat doen die ruimtes? Die ruimtes die stoten elkaar af. Dus ik heb 4 ruimtes, heb ik, waar 2 elektronen in zitten, die elkaar afstoten. En die willen maximaal van elkaar verwijderd zitten. Maximaal kan elkaar verwijderd. Dat levert een tetraedrische vorm op. Een tetraedrische vorm. Maar ik heb nog niet verklaard waarom water van die wonderlijke eigenschappen heeft.
En daarom moet ik weer terug naar dat periodiek systeem. Waar staat zuurstof? Zuurstof staat aan de rechterkant. Zuurstof staat vlak naast fluor. Met andere woorden, zuurstof heeft ook heel veel van die eigenschappen dat het elektronen erbij wil hebben. Nog maar 2. En het is een edelgas. Nog maar 2. Dus zuurstof trekt heel erg hard elektronen aan. En hoe zit dat met waterstof? Waterstof zit helemaal linksboven in dat periodiek systeem. Ik zal hem eventjes wat zichtbaarder maken, want eigenlijk zou je waterstof hier neer moeten zetten. Maar waterstof zit heel duidelijk links. Heel duidelijk links. Waterstof is eigenlijk van het type dat hij eigenlijk een elektron van zich af wil duwen. Dus zuurstof trekt elektronen aan en waterstof duwt elektronen van zich af. En dat betekent dat die waterstofatomen eigenlijk een beetje positief geladen zijn en dat die andere elektronen die eromheen zitten, die zijn een beetje negatief geladen. Dat is een watermolecuul. Nou, daarvan heb ik een model gemaakt, een tetraeder. En in die tetraeder, die heeft 4 hoekpunten. 109 graden zijn de hoeken, alles zit maximaal bij elkaar vandaan. En die twee rode, dat zijn in feite de ruimtes waar die elektronen in zitten, die negatief geladen zijn. En deze blauwe, dat zijn juist de waterstofatomen. De waterstofatomen die een beetje positief geladen zijn. Dus in feite, 2 positief geladen gedeeltes, 2 negatief geladen gedeeltes. En onderling kunnen die moleculen een hele grote aantrekkingskracht uitoefenen. Maar liefst 4 andere watermoleculen kunnen hier aan binden. En dat is heel goed te zien in het molecuulmodel van ijs. IJs is daarom ook ontzettend sterk en heel hard. Ieder zuurstofatoom in feite heeft 4 waterstoffen om zich heen en andersom. Een hele sterke structuur. Allemaal magneten die elkaar sterk aantrekken. Zelfs in vloeibaar water zijn die krachten nog heel sterk. Want vergelijken we namelijk H2O met methaan, laat ik dat eens doen, ik schrijf hier H2O en CH4. Hoe wonderlijk of water is, dat wordt duidelijk als je dat met methaan vergelijkt. Het kookpunt van water is 100 graden Celsius. Het kookpunt van methaan is min 164 graden Celsius. 264 graden zit daartussen. Terwijl koolstof en zuurstof eigenlijk dicht bij elkaar in dat periodiek systeem staan. Dat komt omdat zuurstof zo sterk die elektronen aantrekt. Waarom heeft methaan dan zo'n laag kookpunt? Nou, dat kunnen we weer verklaren door methaan te tekenen. Methaan, gebaseerd op koolstof, plek nummer 6. 4 elektronen in de buitenste schil. Daaromheen 4 waterstofatomen. Die elk een elektron delen met koolstof. En ik heb methaan gekregen. Methaan. Wat in feite precies hetzelfde gebouwd is als een watermolecuul. Want dit zijn 4 ruimtes die precies hetzelfde zijn. Precies hetzelfde. Die elkaar afstoten. Dus ook een methaanmolecuul heeft een tetraedrische omringing. Maar die moleculen die trekken elkaar helemaal niet aan. En dat komt door de plek in het periodiek systeem. Koolstof staat in het midden. Precies in het midden. 3 elementen rechts daarvan, 3 elementen links daarvan. Links duwen ze elektronen van zich af. En rechts van koolstof trekken ze juist elektronen aan. Dus dat betekent dat koolstof zelf eigenlijk neutraal is. En waterstof, ach, die duwt elektronen van zich af, maar dat is maar een heel klein beetje. Dus met andere woorden, hier is helemaal geen sprake van een scheiding van lading. Er zijn geen positieve of negatieve gebieden. Alle elektronen in methaan zijn heel evenredig verdeeld. Methaanmoleculen trekken elkaar onderling nauwelijks aan. Vandaar dat enorme lage kookpunt van min 164 graden Celsius. En water, wat juist die ladingen heeft, dat delta plus en dat delta min, is een heel polair molecuul.
door het plus en het min. Het keukenzout lost daarom ook ontzettend goed op in water. En waarom lost zout of saccharose, suiker zo goed op in water? Ja, je ziet al als je aan de buitenkant kijkt, lijkt dat al op water. In feite is dit koolstof met water aan de buitenkant heel polair. Maar methaan daarentegen, dit modelletje, is heel apolair. Totaal geen scheiding van lading, en dat noemen we apolair. Vandaar dat methaan ook absoluut niet oplost in water. In feite noemen we methaan dus een vettig molecuul. Zo noemen we dat. Vettig molecuul. Nou, de wonderlijke eigenschappen van water heb ik gehad. En nou moeten we door met koolstof. Want water is heel wonderlijk, we kunnen er ijs van maken. Maar stabiele moleculen, driedimensionaal in de ruimte, kunnen we niet maken. Want het smelt bij 0 graden Celsius. Bij min 10 is ijs heel stabiel. Maar kom je boven de 0, dan smelt het. En om de levende natuur in elkaar te sleutelen, is het natuurlijk nodig dat je bindingen maakt die stabiel zijn. Dat je in 3 dimensies kunt bouwen. Methaan is koolstof met 4 waterstofatomen eromheen. Maar wat ik ook kan doen, is dat ik die waterstofatomen vervang door allemaal koolstofatomen. Dat kan ook. Dan heeft alles weer een edelgasconfiguratie. En de structuur die je dan krijgt, is deze. Die erg lijkt op ijs. En de structuur die ik hier links heb, is koolstof met allemaal andere koolstoffen eromheen. Alles tetraeder is omringd. Dit heet, wie weet het? Diamant. Precies, diamant. En aan de structuren kunnen we ook al zien waarom die moleculen zo erg op elkaar lijken en waarom ze ook zo hard zijn. Maar iedereen denkt dat diamant de meest stabiele vorm van koolstof is. Dat is helemaal niet zo. Want diamant vinden we in Zuid-Afrika in hele diepe mijnen. Hele diepe mijnen waar steenkool zit, wat onder enorme hoge druk staat. Want diamant is eigenlijk helemaal niet stabiel. De stabielste vorm van koolstof is steenkool, wat ik hier heb. Een ander woord daarvoor is grafiet. En in grafiet is koolstof heel bijzonder, want daar waar diamant in feite een driedimensionale structuur heeft, is de moleculaire structuur van grafiet is een vlakke. Dit is grafiet. Allemaal koolstofatomen, maar dan in 2 dimensies. En hoe ziet die vorm van koolstof eruit? Dat is een vorm waarin 2 koolstofatomen, ik teken hier een koolstofatoom ernaast, 4 elektronen in de buitenste schil, maar nu delen elke koolstofatomen die delen 2 elektronen met elkaar. Houden we er hier nog eentje over, daar nog eentje over, daar nog eentje over, daar nog eentje over. He, dus dan hebben we die 4. Ja, en dan zetten we hier bijvoorbeeld een waterstofatoom neer. Of we kunnen er ook koolstofatomen neerzetten. Maar in feite hebben we ruimtes met elektronen erin in 3 richtingen die elkaar afstoten. Vandaar hoeken van 120 graden en helemaal vlak. En tussen al die koolstofatomen heb je dan 4 elektronen, met andere woorden, 2 bindingen. Een tweedimensionale vorm van koolstof. En als we dan dat vergelijken, nou dit lijkt natuurlijk totaal niet op diamant, grafiet, helemaal zwart. Totaal andere eigenschappen. En toch steenkool en diamant is allebei koolstof. Precies hetzelfde qua atoom. Nou, er is nog een derde vorm van koolstof, een derde vorm, en dat is een lineaire vorm. Nou, die kan ik even tekenen. Als ik dit hier zo weghaal. Nou, ik teken het eventjes helemaal opnieuw. Koolstofatomen kunnen 4 elektronen delen, maar koolstofatomen kunnen ook 6 elektronen delen. 6 elektronen. 3 keer 2. Dus in feite een driedubbele binding. Ja, en dan blijft er nog maar 2 plekken over voor een waterstofatoom. Of allemaal andere koolstofatomen. En dan krijg je een helemaal lineaire vorm van koolstof. Een lineaire vorm. En dit molecuul, acetyleen, dat heb ik hier bij me. Dus 3 bindingen zitten er tussen 2 koolstofatomen. En dan krijg je helemaal een lineaire vorm. Dus koolstof is echt de ideale baksteen.
Met koolstof kun je moleculen maken in 3 dimensies. Met koolstof kun je moleculen maken in 2 dimensies en in 1 dimensie. En dat allemaal door elkaar. Een Nederlandse chemicus, Johannes van het Hof. En Johannes van het Hof is echt mijn grote ideaal. En hij was ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Slechts 22 jaar oud was hij in 1874, toen Van het Hof door had hoe koolstof in elkaar zat. En een koolstofatoom stelde Van het Hof voor als een tetraeder. En die 3 vormen van koolstof, de 3-dimensionale, de 2-dimensionale en de 1-dimensionale, kon hij allemaal aan de hand van 2 tetraeders verklaren. Want hij zei, de 3-dimensionale vorm krijg je als je 2 punten van een tetraeder tegen elkaar zet. Zie je dat? En dan die andere 3 hoekpunten, daar zitten dan de andere atomen. En in die publicatie, 22 jaar oud, zei hij al van dat moet dan draaibaar zijn. Nou, dat molecuul dat heb ik hier bij mij, dat is ethaan. Dit is hem. En inderdaad kun je daar omheen draaien. En die andere dimensie, die 2-dimensie, die krijg je als je de ribben tegen elkaar aanzet. De ribben tegen elkaar aan. Zie, dan hou je nog 4 plekken over, 4 plekken. Waar andere atomen kunnen zitten. En dat is een vlakke vorm. En dat is deze. Met een dubbele binding ertussen. En Van het Hof zei, de 1-dimensionale vorm die krijg je als je de zijden tegen elkaar aanzet. De zijden. En dan hou je nog 2 plekken over waar je andere atomen neer kan zetten. En dat is de lineaire vorm. Acetyleen. Ik heb jullie verteld waarom water zo'n ontzettend boeiend molecuul is, met hele bijzondere eigenschappen. En zouden we een chemicus tegenkomen van een andere planeet die geen water kent, die zou de eigenschappen van water absoluut niet geloven. Maar water, of zuurstof eigenlijk, daarmee kun je niet een stabiel molecuul maken in 3 dimensies. IJs smelt bij 0 graden Celsius. Daarvoor moet je bij koolstof zijn. Daarover vertel ik in het volgende college.